sterk wil dat we onze houding gewoon blijven laten gaan. Meneer Van Rompuy, u hebt vandaag uw t-shirt komen afgeven. U houdt van alles eens. Wij komen vandaag aan meneer Degen een nieuw t-shirt mee afgeven. Ik hield van alles eens. Wij, meneer Degen, gaan dit proberen vergeten. Wij zijn er wel van overtuigd dat de splitsing van BHG een misclub is. U heeft de strijd opgegeven. U geeft het t-shirt af aan de heer Degen. Wij gaan u deze geven, dat geeft niet aan de heer Degen. Wij geven deze aan u. In de hoop dat u de komende jaren tijdens de gordel nog veel gaat fietsen. En dat u iedereen durft laten zien dat u hield van alles is. En dat CD&V ons grond heeft. In dit akkoord. Als inwoners van de Vlaamse Rand, als jonge inwoners van de Rand voor het Schouder, zijn we teleurgesteld hoe dat CD&V heeft gedaan, hoe dat CD&V ons heeft verkocht. De heer Van Rompuy, alsjeblieft, ik hoop dat u dat met veel trots gaat dragen, dat u de komende gordels, als we elkaar terug tegenkomen, dat u dat niet zult. Mag ik jullie vragen alsjeblieft om nu dat u gezegd hebt wat u wou zeggen Antidemocraat. We zijn gerond. Een beetje jullie vragen alsjeblieft om respect te hebben voor die gezegd gekomen zijn. Iedereen heeft recht om te spreken. Jullie hebben dat genomen. Jullie hebben dat genomen. Dank u wel. Nu vraag ik u vriendelijk om de zaal te verlaten. Waarom ben je in plaats van mens deze jaar 15 januari uit de hoofdstad? Ja, okay. In de woonkelder van de half Vlaamse gemeente. Zet de Vlaamse vragen. Zeker in gevaar komen. Ik ga het zelf doen. Het zal zeker in gevaar komen. Voorzitter, als ik iets mag zeggen, ik begrijp de bekommernis, ik begrijp zelfs de teleurstelling en de frustratie van de mensen die in het zijn komen binnenvallen. Want het zijn deze mensen die ik heb gezien, de zondag nadat we het akkoord gesloten hebben, die in Linkenbeek zijn gaan betogen. En die toen letterlijk zeiden, u kan de beelden nog zien, op de zevende dag, die letterlijk zeiden, maar meneer Beken, beste CD&V, u heeft zich vergist. Het ging niet over de splitsing van Brussel al veel voor. Het ging over de splitsing van België. U heeft het verkeerde gesplitst. Meneer Beken, ik vind dat u een splitsing. Dat is niet iemand aan wie aanwezig. Ik heb de streken niet. Maak dat geweest. Godverdomme. Dat is toch altijd grappig. Ik ben hier op een heel vriendelijke manier uitgenodigd geweest in datgene wat Vlaanderen is. En zolang dat hier Vlaanderen is, zal ik komen en gaan waar ik sta. En ik hoop dat het niet het Vlaanderen zal zijn dat ooit door u zal bestuurd worden. Dat ik zo...